Ja, stripvrienden, daar zit ik dan met mijn goede gedrag. Ik dacht, ik heb een strip waar ik eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen heb, maar dat valt toch wel weer mee. Dat is namelijk deze, Vrouwen in het Wit, nummer 38 alweer, Doe alsof je thuis bent. En inderdaad, wauw, dat zijn er een hele hoop, ja. Deze reeks is begonnen in 1981, nou ja, hij loopt nog steeds. Het is voor de eerste keer dat ik er een album van lees. Ik ken de strip wel, ik heb in het verleden heb ik er wel eens uit diverse bladen, onder andere natuurlijk het stripblad Robberdoes, heb ik er wel eens wat dingen van gelezen. Dus vandaar, ja, de gelegenheid om een keer een album te lezen neem ik natuurlijk zeker aan. En ja, niet dat ik nou dubbel lig van het lachen. Ik vond het een leuke reeks, maar qua scenario's, ja, nee, het sprak me niet helemaal aan. Ik dacht even dat het één pagina gags waren, want ja, de eerste pagina is één grap, maar naarmate je doorleest, dan zitten er wel langere verhalen. In ieder geval verhalen bij die zich over meerdere pagina's uitspreiden. Waarbij soms personages terugkomen. En het is een ziekenhuisreeks, maar hij speelt zich niet per se af in het ziekenhuis. Hij speelt zich gewoon ook bijvoorbeeld thuis af of bij de schoonmakers in het ziekenhuis. Dus wat dat betreft, allerlei soorten personen komen erin voor. En dat maakt het dan wel weer interessant. Wat het vooral leuk maakt, vind ik eventjes om te lezen, is de tekenstijl van Philippe Berovici. Ja, goed. Nee, Berkovici. Was ik maar gewoon gaan schrijven. Gewoon blogger geworden over strips. Ja, dan had ik die namen niet uit hoeven spreken. Had me een hoop geschild. Maar ja, ik was even benieuwd daarnaar, want ik kende hem niet verder. Dus ik heb even zijn biografie opgezocht op de Dupuis-website. En gelukkig van hem stond er een biografie van. Meestal staat er dan under construction, wordt aangewerkt. Ja, nou, werk is door, want wij willen weten hoe het met de tekenaar zit. Tenminste, dat vind ik altijd interessant, hè, om een beetje te weten hoe en wat. En als ik dan lees dat deze Berkovici, ja, nou ga ik het gewoon voorlezen, dat hij in 1999 de titel heeft behaald van snelste tekenaar in zijn beroepsgroep. En dan weet ik even niet hoeveel mensen daar mee hebben gedaan, maar blijkbaar kan die man echt waanzinnig snel tekenen. En hij tekent ook heel veel pagina's voor het blad Robberdoes. Dit is ook niet de enige strip die hij doet. Hij doet nog allerlei andere strips. Ik kwam onder andere tegen dat hij ook de tekenaar is van de strip Bos, waar Zidrou dan weer het scenario van schrijft. Nou, Zidrou, dat is natuurlijk even een van de topscenaristen. Voor Vrouwen in het Wit werkt Berkovici, ja, werkt samen met Raoul Calvin. En toen dacht ik, hey, Raoul Calvin, die naam die komt mij bekend voor. Ja, ook van deze reeks, Agent 212. Maar Raoul Calvin heeft ook voor drie albums van Robberdoes en Cabernet het scenario geschreven. En dat zijn nou net de albums die ik qua verhaal op zich wel leuk vind. Qua tekenstijl dus eigenlijk gewoon niet. Dus die vallen in mijn categorie niet zo fan van. Maar goed, hier schrijft hij dus ook de scenario's voor. En dan denk ik van, ja, ik vind hem niet super grappig. Ik vind ze wel leuk. Het is wel dat ik een glimlach op mijn mond heb als ik hem lees. Dus het is geen onaardige reeks. Maar het is niet een reeks waar ik nou echt van heel enthousiast van ben. Ik was wel heel benieuwd, want ik heb me echt laten verleiden door de cover, door de tekenstijl. Daarom had ik zoiets van, nou, dat wil ik toch wel eens even lezen. Maar ja, goed. Ik kom regelmatig erachter dat het natuurlijk ontzettend leuk is als je een hele gave tekenstijl hebt. Maar als dat niet gekoppeld is aan een goed verhaal of aan goede grappen, ja, dan denk ik één album leuk. Maar om daar dan nou 38 albums van te gaan hebben, vind ik wat minder. Maar het blijft natuurlijk altijd een kwestie van smaak. En misschien vind jij deze reeks wel heel leuk. Dat weet ik natuurlijk niet, ja. Ik zou zeggen, ga naar de stripwinkel, ga hem daarin kijken. En als je denkt van, nou, dit vind ik leuk, koop hem en ga hem lekker verder lezen. Ja, dat is het enige advies wat ik je kan geven. En verder zeg ik, bedankt voor het kijken. Mocht je hem gaan halen, veel leesplezier en tot de volgende vlog.